Terecht applaus voor Twente, dat een half uur lang PSV van het veld heeft gespeeld. 3-0. De eerste twee dagen daarna, dan heb je nog over, je praat met mensen, je kijkt nog beelden. Wat toch wel overheerste bij ons allemaal, is dat we hadden wel door dat het een geweldige wedstrijd was. Maar de volgende dag als je wakker wordt, dan heb je toch het gevoel, we hebben twee punten laten liggen. Het spektakel en we zijn in de race, we hebben ons kunnen meten met PSV. Dan kun je ook in de kwartfinale van de Conference League kun je spelen. De race, je noemt hem al even. Het is spannend. De drie ploegen, die derde, vierde plek, staan dicht bij elkaar. Hoe groot speelt dat al op de achtergrond bij jullie? Of is het eigenlijk al wel echt op de voorgrond nu? Ja, ik probeer zoveel mogelijk de hele groep te beïnvloeden. Er zijn nog zes wedstrijden te gaan. En het heeft geen zin om naar de zesde wedstrijd uit bij Feyenoord te kijken. Het gaat om NEC. En daar moet je zien. We staan gelijk met AZ, maar ze hebben een beter doelsaldo. We moeten ze inhalen. En ik denk dat wij maar heel weinig mogen laten liggen. Als je daar echt om mee wil doen. En dat betekent dat je bij NEC moet winnen. Dat kan. Maar we hebben thuis tegen NEC gezien. Ik vind NEC trouwens ook een leuk voetballende ploeg. En als jij zegt van ik probeer dat zoveel mogelijk te beïnvloeden, bedoel je daar dan mee dat jij probeert die jongens gewoon van wedstrijd tot wedstrijd te laten kijken? Ja, je leeft vandaag en de wedstrijd is morgen. En de rest is op dit moment niet aan de orde. Nee. NEC, ja, die eerste wedstrijd, je had hem al even aan. Ik weet ook nog dat we toen terug aan het blikken waren op de eerste seizoen zelf. Dat je ook zei, ja, dat zijn van die wedstrijden, eerste helft niet tevreden en tweede helft, ja, was het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Wat kun je wellicht nog uit zo'n duel meenemen? Ook al weet ik dat er natuurlijk veel veranderd is, maar... Nou, wat voor ons denk ik belangrijk is dat toen NEC naar ons toe kwam, toen hadden ze de weken daarvoor steeds met drie centrale verdedigers gespeeld. Dus wij hadden daarop getraind en de wedstrijd begon. En ik moet zeggen, zij voetbalden gewoon goed, ze zetten hoog druk, maar ze deden dat gewoon met vier verdedigers vanuit een 4-3-3. En in die fase hadden wij nog wat minder vaak tegen ploegen gespeeld die met drie centrale verdedigers hadden gespeeld. Maar ondertussen is dat heel anders. En ik denk dat wij, en dan mogen we morgen bewijzen, dat we nu tactisch veel makkelijker kunnen reageren op of ze nou zo of zo spelen. Want het kan in de wedstrijd ook nog veranderen. Maar wij weten wat we moeten doen en dat mogen we laten zien. Hij wisselt daar nog steeds wel eens mee. Waar anticiperen jullie dan nu op? Waar hou je rekening mee, kan ik beter vragen? Ja, als de spelers staan iets anders op het veld. Dus dan betekent dat als je druk gaat zetten en verdedigen, dat je ook dat op een iets andere manier moet doen. Maar dat hebben we nu al regelmatig gedaan. En ik moet zeggen, of het nou Vitesse of PEC of RKC ploegen die met drie centrale verdedigers, die wedstrijden hebben we allemaal gewonnen. Dus dat geeft dan ook enorm veel vertrouwen. En ja, tegen 4-3-3. Dat zijn we, dan weten we ook wel wat we moeten doen. Het is belangrijker, denk ik. Ze hebben een aantal spelers die een wedstrijd kunnen beslissen en die het spel kunnen maken. Schöne bijvoorbeeld. En daar zullen we wel iets mee moeten doen. Hou je dan wel met beide scenario's nog rekening? Of heb je wel een... Ja. Want wat ik al zei, het is ook wel eens gebeurd in een wedstrijd dat ze van vier verdedigers weer naar vijf gingen. Dus... Nee, maar de jongens zijn nu al wel zo ver dat we geven er wat beelden van. We geven een animatie hoe wij dan dat willen oplossen en we trainen erop. Dan moet het ook goed genoeg zijn. Dan, ja, iedere week natuurlijk een belangrijke vraag. Hoe jouw elftal erop staat? Heb jij wat dat betreft huishoudelijke mededelingen? Ja, dat staat gewoon hartstikke goed op. En we hebben Kekpiri weer bij de wedstrijdselectie. En voor het eerst zit Wout Brama bij de wedstrijdselectie. Dus dat is heel positief. En we hebben onze topscorer die geschorst is. Ja. Hoe gaan jullie die opvangen? Is het dan, kunnen we dan uitgaan? Oh ja, dat wordt Ugalde. Nou, dat denk ik wel, hè? Ja, soms lijkt het wel, soms niet. Dit is zo logisch. Manfred gaat starten.